Beste Gert-Jan, nog maar een paar dagen geleden verraste je iedereen met de mededeling dat je de Kamer gaat verlaten. Het was zelfs zo'n grote verrassing dat sommigen onder ons er oprecht van slag door waren. In ruim 10 intensieve jaren heb je het beste gegeven aan het Kamerlidmaatschap dat je te bieden had. En zeker als partijleider is het juiste moment kiezen om te vertrekken best lastig. Vandaag staan we voor dit verdrietige feit en heb ik het voorrecht jou te mogen toespreken. Je medespeech hield je op 9 oktober 2012. Het onderwerp was, ik hoop dat je dat zelf ook nog weet, alweer een tijd geleden, was een grondwetswijziging over de constitutionele basis voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Je kwam met een doorwrocht betoog, waarin mij in ieder geval opviel de aandacht voor het betrekken van burgers bij dit onderwerp. En eigenlijk is dat de rode draad geweest van jouw werk in de Kamer, waar altijd de mens centraal heeft gestaan. Nog geen 3 jaar later was je fractievoorzitter. En in de woorden van de Telegraaf destijds, Segers glipt naar de macht. Zo'n kwalificatie is niet karakteristiek voor jou. Je hebt alles op alles gezet om te voorkomen dat mensen denken dat je hun een kunstje flikt. Betrouwbaarheid is een constante waarde in jouw kijk naar het leven. Het voetstuk waarop je geplaatst wordt is dan ook terecht hoog en groot. Maar niet alles is Hosanna. Ik moet, ook op verzoek van jouw fractie, een kritische noot inbouwen. Je hebt namelijk ook een reputatie opgebouwd als een notoire uitsteller, waarbij je gevaarlijk dicht langs het ravijn van het overschrijden van cruciale deadlines scheerde. Maar je wist altijd wel je evenwicht te bewaren. Dat moet ik er ook bij zeggen. In jouw 10 jaar als volksvertegenwoordiger ben je ook vaak geportretteerd in de media. En wat mij daarbij opviel, is dat het vaak gaat over je diepe geloof. En je integriteit. En je begaat met mensen die op een of andere manier slecht getroffen hebben. Dat is het overheersende beeld. En je hebt een zekere mildheid op het moment dat het fout gaat. Je wilt streng zijn voor jezelf en voor anderen, maar niet genadeloos. Als ik dat zo zeg, zou de indruk kunnen ontstaan dat je een dossiervreter bent die geen ruimte en aandacht heeft voor zaken dan het hogere doel. Maar dat is onjuist. Je staat bekend als een echte teambuilder, die binnen de fractie altijd aandacht wist te vinden voor een persoonlijk gesprek. En ook voor een goede grap. Misschien is jouw gevoel voor humor misschien niet het meeste wat naar voren komt in de openbare optredens. Maar bronnen dicht bij de fractie verzekeren mij dat je enorm met jou kan lachen. En dat maakte de sfeer in de fractieburelen dan ook prettig en ontspannen. Je schrijft in je afscheidsbrief aan de ChristenUnie-achterban over de politiek als een gulzig vak. Dat is een pakkend beeld. In een interview met nu.nl uit 2021, samen met fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma, zeg je dan ook, alles wat ingewikkeld en shit is, komt bij ons terecht. Dat kan van het kabinet en de fractie zijn. Bij ontploffende appgroepjes van Kamerleden kijken ze altijd naar ons. Zo van, fix het maar. De politiek vraagt veel van ons en legt een grote claim op hen die daar hun werk van hebben gemaakt. Tegelijkertijd weet iedereen die in de politiek werkzaam is ook hoe mooi en bijzonder dat werk is. Zo geef je in datzelfde interview ook aan dat je al steggelend en onderhandelend naar een oplossing gaat. Dat is ook het mooie, want een groot deel van je verblijf in deze Kamer maakt je tenslotte ook deel uit van een coalitie. Voor jou en je fractie was dat ook niet altijd een makkelijk traject. Maar al steggelend en onderhandelend hebben jullie ook dingen voor elkaar gekregen. Zelf kenschetste je het zo. Tegen iedereen die stelt dat wij verslingerd zouden zijn aan macht, aan het pluche, kan ik ronduit zeggen, het pluche is een spijkerbed. Het is reteswaar. Maar uit de reacties op je vertrek mag je ook afleiden dat het feit dat je op cruciale momenten hebt gekozen voor een front in plaats van de achterhoede, iets is dat wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Je werd een belangrijke vertegenwoordiger van het politieke midden, waarbij je soms ook je eigen achterban moest confronteren. Dat heb je altijd gedaan door het gesprek aan te gaan. En dat is ook tekenend voor hoe je bent en in het leven staat. In contact staan met de mensen en oog hebben voor elkaar. Zelfs nu je stopt in de Kamer blijf je dat ook doen, heb ik begrepen, met de CU Wintertour. Ik denk dat je er nog aardig druk zal krijgen. Ik weet niet of er ook van de zomer een CU Zomertour komt. Maar misschien is dat ook een beetje de zendeling in jou.
In je afscheidsbrief stel je dat na het intensieve 10 jaar het hoog tijd is om je gezin weer op de eerste plaats te zetten. En toen ik dat las, moest ik ook denken aan de uitzending De Wereld Draait Door, waarin je dochter Eline een prachtig nummer van U2 vertolkte. En de uitdrukking op je gezicht tijdens dat optreden is zeer het bekijken waard. Het optreden was schitterend, maar jouw gezichtsuitdrukking was echt onbetaalbaar. Zoveel liefde, nou, als vader. Voor de komende tijd wens ik je al het goeds en ik hoop ook vooral veel tijd om door te brengen met je gezin. En ze hebben namelijk ook heel wat uren met je in te halen. Al hoop ik wel dat ze je in de ochtenduren ontzien, zodat je in ieder geval de komende tijd ook lekker kan uitslapen. Want ik begreep dat dat een van jouw guilty pleasures is, om wat langer uit te kunnen slapen. Tot slot, Gert-Jan, ik ga je missen. Jouw vertrek voelt voor velen onprettig. En hoe kan ik dat het beste omschrijven? Er is een metafoor voor. Het is een beetje alsof een hele grote... Ik ga je dat niet aandoen, want volgens mij kan je die metafoor niet meer horen. Het is voor ons, laat ik het anders zeggen, een beetje slikken. Toch een beetje. Dank Gert-Jan voor al het werk in jouw kamer. En we zijn niet de enige die jou op gepaste wijze wil bedanken. Het heeft namelijk Zijne Majesteit de Koning behaagd om je te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mag ik je verzoeken naar voren te komen? Thank you.